Dus ik dacht, ik neem gewoon die kinderen mee, hop, naar de aula. Vinden ze ook leuk, zijn ze even uit dat lokaal. Dus hoppakee, ik met 30 van die leerlingen over de gang. Nou, je hoort het al, dat gesleur met die stoelen over. Ze zijn nog te beroerd om een stoel op te tillen, hè? Want zo is het ook. Nou, we zitten uiteindelijk goed en wel in die aula. Iedereen geïnstalleerd. Wil ik die projector aanzetten, is dat lampje kapot. En dan Wouter, denk ik ook, als Wouter, je dat ding hebt gebruikt... Wacht even. Ik snap dat je je verhaal kwijt moet, dat je je hart moet luchten. Maar ik moet het echt even afmaken en ik mis een ringetje. En ik moet die echt gaan halen in de winkel voordat de winkel dicht gaat. Sorry. Tuurlijk. Zes uur een les voorbereiden en er niks mee kunnen doen. Weet je hoe dat voelt? Het is zo frustrerend. Dat wil je niet geloven. En denk je dat je dan een beetje medeleven krijgt van je collega's? Een beetje steun? Nou, helemaal niks. Nee, ja, wat dacht je? Dat denk ik ook. Dat heb ik ook gezegd. Maar ja, daar reageren ze niet op. Dat is toch raar? Dat zijn dan je collega's, hè? Nou ja, lieve schat, zo denk ik er ook over. Maar goed, we zijn niet allemaal hetzelfde. Dat blijkt maar weer. Ja, nee, natuurlijk. Maar dat zeg je alleen omdat je jong bent. Maar wacht maar, als jij dadelijk wat ouder bent, dan zul je het ook... Als je met mensen moet werken, met verschillende mensen, je krijgt collega's... Hoe meer het er worden, hoe erger het wordt, joh. Dat is niet te doen. Je moet echt een hoop geduld hebben. Dat vind ik een goeie.